Hey, Ron hier van goochelen.nl en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Een leuke goocheltruc deze keer met een telefoon en met geld. Dus dat zijn altijd leuke goocheltrucs om op straat te doen of in de klas of waar dan ook, in de kroeg of in de bar. Verjaardag, werkt altijd. Leuk goocheltruc. En natuurlijk leg ik hem ook uit. En mocht je meer goochelen willen leren, even kleine reclame tussendoor. 16 april 2016 hebben we hier in de Magic Shop weer een goochelcursus voor de jeugd. Dus als je tussen de 8 en de 15 bent zo'n beetje en je wil wat leuke goocheltrucjes leren, dan is dat iets waar je eventjes naar kan kijken. Check eventjes www.magicshop.nl en dan deze link die hieronder staat. Ik weet hem niet uit mijn hoofd. En daar kan je opgeven. Moet wel snel zijn, 16 april, dus dat is bijna. We gaan eventjes kijken naar deze goocheltruc. Komt die aan. Dus stel je bent ergens, je moet betalen. Bijvoorbeeld een eurotje in een parkeerautomaat of een snoepje of weet ik veel op school. Je zegt, dit is een hele mooie nieuwe app. Dit is namelijk de speciale app, die kan je namelijk een euro tevoorschijn toveren. Ja, dat heb je nu niet zo gek voor aan, want dit is natuurlijk gewoon een losse euro. Maar als je wil, kun je die euro zo woep, eruit halen. En dan heb je gewoon een euro om mee te betalen. Nou, dan gaan je mensen natuurlijk zeggen van, wat? Hoe doe je dat? Nou, dan zeg je, het is heel simpel. Het is gewoon een app. Je doet één keer dit. En dan verschijnt, bijvoorbeeld, kan ook met papiergeld. Dan scheelt er een briefje van 10. Maakt allemaal niet uit. Dan kan je zeggen, hup. En je haalt zo een briefje van 10 eruit. Telefoon leg je weer aan de kant, want die heb je niet meer nodig. En als je op die manier gaat betalen, zeker weten dat ze gek worden. Superleuke goocheltruc. Ik doe hem eigenlijk best wel vaak eigenlijk. En het kan met alles. Als je dit voor volwassenen doet, dan is het met geld erg leuk. Als je geen geld hebt, van de week denk ik met een theezakje, ging ik ergens op visite. Ik zei, ik heb wel vertrekken een kopje thee. Wacht even, ik heb een nieuwe app. Plop. En ik trek zo'n theezakje eruit. Ik heb het met kinderen gedaan, met een kleine mini, wat is het? Mars of Snicker, ik weet niet meer precies. Het kan met van alles en nog wat. En het is super makkelijk. En ik ga even laten zien wat je moet doen. Het enige wat je nodig hebt, waar is hij? Is natuurlijk een telefoon. Maar goed, ik denk dat de meeste van jullie dat wel hebben. En anders leen je hem. Of je koopt er een. Of, nevermind. Hey, er komt de uitleg. Allereerst hoop ik dat je dit een leuk goocheltruc vindt. En als je dat vindt, dan is dit een goed moment om alvast even het duimpje omhoog te doen. En als je het geen leuk goocheltruc vindt, dan stop je gewoon met kijken en dan ga je nu wat anders doen. Want dan hoef je ook niet te weten hoe het werkt. Wat je nodig hebt is, wat ik al zei, een telefoon. En die telefoon moet een swipe functie hebben. Ik denk dat de meeste telefoons dat wel hebben. Nou, wat moet je namelijk doen? Je moet een paar foto's maken. Je kan het zo vaak doen als je wil. Ik doe het meestal 2 keer achter elkaar, want dan is het nog te doen. Als je voor kleine kinderen werkt, dan kun je het wel 3 of 4 keer achter elkaar doen. Want je moet dan elke keer opnieuw je te produceren item opnieuw stelen. En dan werkt dat wel. Goed, begin eventjes met een foto te maken die helemaal zwart is. Mijn toestel staat aan. Hij lijkt alsof hij uitstaat, maar hij staat wel degelijk aan. En zoals je ziet is het gewoon een zwarte foto. Zie je? Dus als ik hier doe, dan krijg ik foto's van alles en nog wat. En hier heb ik gewoon een zwarte foto. Wat ik heb gedaan, ik heb een zwarte close-up mat. Ik heb een telefoon erop gelegd en ik heb een foto gemaakt. En hij is echt diep zwart, zeg maar. Het mooie is, nu lijkt het alsof je toestel uitstaat. Maar hij staat wel degelijk aan. En nu kan je met je duim, kan je eigenlijk swipen. En dit is het bankbiljet van in dit geval 10 euro. Dat is mijn tweede item die ik ga produceren. Dus als je 1 item produceert, is dat alles. Als je 2 items gaat produceren, moet je een stapje verder. En dan moet je het als volgt doen. Dus eerst een zwarte foto maken. Dan maak je een foto van het item wat je wil produceren. En let erop dat je zorgt ervoor dat hij goed staat. Dus je hebt landscape en ik weet niet hoe het heet. Maar dat kan je heel makkelijk doen. Als je bij instellingen kan je hem linksom of rechtsom draaien. Dan moet je maar even op je eigen toestel kijken hoe je dat moet doen uiteraard. En wat je moet doen is een foto maken. In dit geval heb ik een foto van een 10 euro bankbiljet gemaakt. En ik heb gezorgd dat dat ongeveer even groot is. Je moet wel even zorgen dat je hem goed opvouwt, bankbiljet. Valt niet mee met 1 hand. Dus zorg ervoor dat het bankbiljet ongeveer de juiste formaat hebt. Ja, dus niet dat je een foto maakt en die foto ziet er bijvoorbeeld zo uit, terwijl je bankbiljet een stuk kleiner is. Ja, dus zorg ervoor dat die op het juiste formaat is.
een hele makkelijke manier is om twee biljetten te pakken. Eentje maak je de foto, dus die leg je neer op een zwarte achtergrond uiteraard. En die tweede leg je er eigenlijk een beetje op om te kijken of die ja, goed ligt. En als je goed ligt, scherp stellen en een foto maken. Dan leg je volgende foto, leg je weer je toestel op een zwarte mat. Maak je weer een foto. Is die zwart. En daarna de foto van, in dit mijn geval, de euro. Waar heb ik die liggen? En we're back. Hij zat in mijn broekzak. Ik was de euro aan het zoeken. Dus de foto van de euro. En ook hier heb ik twee eurotjes even gebruikt. Eentje om te zorgen dat de maat ja, redelijk klopt, zeg maar. Ja? Dus, resumé. Dit zijn je foto's van nou ja, wat je op je toestel hebt staan. Een zwarte foto. Je tweede item. Een zwarte foto. Je eerste item. Oké? Okay? Nou, super makkelijk. Je begint met deze foto, dus de tweede zwarte foto. En wat je nu doet, is je gaat eerst je toestel aangoochelen, oftewel het item produceren. En dat ziet er eigenlijk al heel magisch uit als je dat ja, in de goede hoek ziet. Wat je eigenlijk doet, is met je duim swipe je de foto. En zorg ervoor dat je de goede kant op swipet. In mijn geval moet ik die kant op swipen. Dus met mijn duim doe ik eigenlijk deze beweging, terwijl mijn hand over het toestel heen gaat. En het lijkt alsof het item geproduceerd wordt. Dus het ziet er zo uit. En het item komt deze kant vandaan, dus het is een beetje raar nu. Normaal gesproken zou ik het vanaf deze hoek doen. Maar wat je eigenlijk moet doen, is je vingers een klein beetje bedekken, dat ze niet de foto in beeld zien glijden. Maar als je het een beetje vanaf deze kant ziet doen, hier moet je even op wachten. Dit verdwijnt. Dus deze kant, dan verschijnt de munt daar. En ja, is misschien ook wel handig. Waar komt die munt dan vandaan? Nou, die komt van onder het toestel. Wat ik gedaan heb, is ik heb het bankbiljet gepakt. Dus eventjes de goede setup. Ik heb het bankbiljet gepakt. Die heb ik neergelegd zoals die er straks uitkomt. Dus in mijn geval zo, dus met het logootje, het euro logootje naar boven toe, met het, daaronder het, de handtekening. Dus die ligt zo. Dus die heb ik op mijn toestel gelegd. Of onder mijn toestel, sorry, natuurlijk. Dus onder mijn toestel. Op deze manier. Ja, dus onder je toestel. En dan de munt. Met de kopzijde naar boven. En die heb ik er eigenlijk ja, naast liggen. Dus dit is de onderkant van mijn toestel. En die munt kan nog iets verder, zodat je eigenlijk je toestel ook gewoon netjes ja, heen en weer kan tonen eigenlijk. En uiteraard de foto dus zo. Oké. Okay. Nou, nu ben je helemaal klaar, helemaal gereset. Dus wat je doet, met je duim swipe je de foto tevoorschijn, dus die kant op swipen. Dus dat doe je terwijl je je hand eroverheen beweegt en dan is de euro er. Je zegt, nou, dat is een nieuwe app, gedownload. Of wat je verhaal dan ook is. En eigenlijk heel makkelijk, met je duim pak je de foto vast. En met je wijsvinger en je middelvinger pak je eigenlijk de munt vast van onder. Ja, en met je duim swipe je eigenlijk de foto weg. Swipe je de foto weg, terwijl je met je andere vingers eigenlijk de munt wegneemt. Dan moet je even, ja, even oefenen, maar je zal merken dat het eigenlijk vrij simpel is als je het een paar keer geoefend hebt. Oh. Je kan eventueel je rotatie van je foto even uitzetten, want dan heb je dit probleem niet. Maar goed, normaal gesproken, ik sta nu in een uitlegsituatie, dus je moet over de schouder en ik moet hem omhoog doen. Ik zou normaal gesproken mijn toestel laag houden, zodat je toeschouwers erop kijken en dan heb je dit probleem niet. Dus je pakt eigenlijk de munt vast en je swipet hem uit het scherm als je dat zou willen hebben. En het mooie is als je dit met de munt doet en ik denk, wat? Hoe doe je dat? Ja, dit is gewoon een app. Je zegt, ah, wacht even, weet je wat? Dan stop je de munt eventjes weg in je broekzak of dan even op tafel. Nu doe je het nog een keer, alleen deze keer moet je met je duim de andere kant op bewegen. Want als je weer deze kant op beweegt, dan krijg je de munt te zien. Dus deze keer moet je die kant op swipen. En je doet eigenlijk hetzelfde. En onder dekking van je vinger doe je eigenlijk deze beweging. Dus je doet... Het lijkt nu alsof die 10 euro biljet verschenen is. En eigenlijk doe je precies hetzelfde als net. Het 10 euro biljet ligt nog steeds daar.
Je pakt nu met je duim de foto vast. Oeps. En met je wijsvinger en je middelvinger het echte biljet van de onderkant. En je veegt nu het biljet er eigenlijk uit. Ja. Dus niet te langzaam doen. Dus. En dan kan je dan uit handen geven. En het toestel zet je daarna met je, tenminste in dit toestel kan je met aan de zijkant kan je hem uitzetten. En daarna kan je er ook overheen gaan om weet je wel, er is verder niks. Dus wat ik doe, paf. En ik zet hem eigenlijk met mijn duim zet ik het toestel meteen uit. Zodat ik daarna kan zeggen, nou nu is hij ook echt leeg. Want die app, daar kan je maar 10 euro, of 11 euro per dag produceren of zo. Weet ik, voor een of andere smoes, zodat je niet zegt van, doe het nog eens. Ja. Nogmaals, wat ik al zei, je kan elk object kan je eigenlijk tevoorschijn halen. Visitekaartjes, speelkaarten. Dit vind ik zelf een hele leuke. Zeker omdat je twee keer doet. De eerste keer denk je, doe nog eens. Of hoe je mensen dan ook reageren. En de tweede keer is, ik doe nog een keertje. En dan plof haal je er nog een keertje uit. Het leuke is als je dit voor Golas doet, iedereen kent de move. Maar als je twee keer achter elkaar doet, dan zitten ze ongeveer van, hoe heb je dat gedaan? Nou ja, goed, nu hebben ze deze video gezien, dus dan weten ze dat ook allemaal. Nou, genoeg gepraat denk ik. Tijd om te oefenen. Nogmaals, duimpje omhoog als je vindt dat dit ook een leuke goocheltruc vindt. Ik vind hem in ieder geval erg leuk om te doen. En laat even in de comments weten of het gelukt is en wat je reacties zijn en whatever. Hey jongens, bedankt voor het kijken. Tot over de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei.